Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een soort van andere soort video dan normaal. Ik heb namelijk, zoals je al aan de titel kon zien, ik heb een kanaal update / kletsvideo. Want het is echt al een hele lange tijd geleden dat ik voor het laatst gewoon iets persoonlijks aan jullie vertelde. Omdat ik ook gewoon een YouTube kanaal heb waar beauty in voorbij komt, ook persoonlijke dingen, vind ik het wel fijn. Om als er wat is, om het gelijk met jullie te delen. Nou, niet gelijk gaan denken dat is heel erg aan mijn hand, dus absoluut niet. Ik heb gewoon een paar dingetjes die ik even wil delen. Wat betreft mijn kanaal en gewoon persoonlijk gebied. Als je al een tijdje geabonneerd bent op mijn kanaal of mijn video's vaker bekijkt, weet je dat ik mijn haar altijd los heb zitten. Altijd. Ik heb er nu een knot. Ik dacht dat is een keertje leuk. En aangezien mijn haar lang genoeg is, kan ik het eindelijk weer in. Allereerst wil ik het hebben over mijn kanaal. Ik heb een paar kleine mededelingen. Normaal gesproken zie je altijd op vrijdag en op zondag een nieuwe video online komt. Dat vind ik nog steeds twee hele fijne dagen. Maar ik vind het krom dat het op vrijdag en zondag een video online komt. Dus alleen het weekend en de rest van de week niet. Ik vind het persoonlijk zelf fijner als het gewoon verdeeld is. Toen ik net begon met mijn YouTube kanaal upload ik altijd op dinsdag en op vrijdag. En op zondag dan meestal gewoon een vlog of extra video, iets in die richting. En ik wil de dagen dinsdag en vrijdag gewoon weer terug gaan halen. Want dat vind ik persoonlijk gewoon fijn. Normaal gesproken komen de standaard video's dus online op vrijdag en op zondag. Dat gaat nu veranderen naar vrijdag en op dinsdag. En mijn video's komen altijd om 4:30 online. Als ik ga vloggen en een week, weekend vlog of wat dan ook, dan upload ik hem op zondag. En dan van het weekend daarvoor natuurlijk. Want dat vind ik in het weekend wel weer een leuke dag. Maar mijn video's komen nu dus online op vrijdag en op dinsdag. Dat was dus de eerste mededeling wat betreft mijn kanaal. Dan heb ik ook nog even wat anders. Want jullie zien in mijn kanaal best wel veel shoplogs voorbij komen. En andere soort video's omtrent beauty. Maar ik vind het ook wel leuk om mijn eigen wat meer te gaan richten op het lifestyle gebied. En een beetje fashion. Ja, Rosanne en fashion, nou gaat komen hoor. Nou, in ieder geval, ik had dus een idee om zo'n lookbook te gaan maken. En dan met een paar verschillende outfits en dan op een of andere leuke locatie. Dat had ik dus in mijn hoofd zitten. Ik weet nog niet of ik het ga doen, maar ik wil me toch wel een beetje richten op fashion. Zoals bijvoorbeeld mijn schoenenstash laten zien. Weet je, dat soort video's, dat vind ik ook gewoon leuk om op te nemen. En wat omtrent lifestyle. Ja, je gaat lifestyle zie ik een beetje, ook persoonlijk een beetje. Het leek mij namelijk leuk om één keer in de maand een vrij persoonlijke video op te nemen omtrent mijn verleden. Nou, moet je niet gelijk gaan denken dat ik helemaal naar de klote was vroeger. Nee, ik ben heel erg gepest geweest. Misschien weet je het al. Ik had de basisschool tot de middelbare. Ik ben heel erg gepest geweest. Ik had zelfs voor een therapie. En daardoor ben ik ook echt gewoon een kleuterkind geweest voor mijn ouders. Ik was echt niet de makkelijkste. Ik heb echt respect voor mijn ouders gekregen. Hoe snel met mij omgegaan zijn toen die tijd. En het leek me leuk om gewoon wat te vertellen over mijn verleden. En dat doe ik dan één keer in de maand wil ik dat gaan doen. En ik weet niet of het al is opgevallen, maar mijn header hierboven mijn video is, nou niet boven mijn video, maar op mijn kanaal, is anders. Ik heb namelijk een geheel nieuwe blog ook. Tenminste, het heet nog steeds rosannevandieren.nl. Alleen, ik heb een hele nieuwe layout, nieuwe header en dat soort dingen. En ik ben van blogger naar WordPress gegaan. En mijn blog is nou echt mijn eigen ding. Ben je nou benieuwd hoe dat er nou uitziet? Ja, in de beschrijving hieronder staat een linkje naar mijn blog. Kijk even naar als je dat leuk vindt. Je ziet dan gewoon een geheel nieuwe blog. En ja, daar ben ik helemaal happy mee. En dat was even wat betreft mijn kanaal. Ik ga voor de rest veranderd ook helemaal niks. Ik blijf make-up tutorials maken. Ik blijf shoplogs opnemen. Ik blijf video's maken. Qua make-up, beauty en alles. Ik blijf me nog steeds heel erg richten op beauty en dat soort video's. Maar ik vind het ook leuk om een klein beetje anders te doen. Dus ook lifestyle video's. Eén keer in de maand een verhaal over mijn leven. Nou, wat ik heb meegemaakt qua vreemdgaande vriendjes en zo. Allemaal hartstikke leuk die op mijn kanaal terecht zijn gekomen. Of hoe dan ook.
hartstikke blij met jullie als abonnees. Met elke abonnee ben ik ontzettend blij. Met elke reactie die ik lees, word ik altijd helemaal happy. Ja, daar doe ik het wel voor om mensen te inspireren. En ja, en gewoon laten zien wie ik ben en wat mij bezighoudt. Want als je naar mijn kanaal kijkt, zie je gewoon Rosanne in terug. Ik doe me niet anders voor. Ik ben gewoon mezelf. Nu even niet. Raar. Maar anyway, ja. Op mijn kanaal zie je gewoon dat ik het ben, Rosanne. Je zal me ook nooit anders zien doen in een video dan dat ik ben. In mijn vlogs bijvoorbeeld kan je zien hoe ik me eigen in mijn dagelijkse leven uit. Oh, dat was ook nog een ding. Bam. Ja, nee, ik vlog natuurlijk regelmatig. Ik ga daarom ook binnenkort een vlogcamera kopen. Zo kennen in ieder geval of een Samsung of een Nikon. Ik weet niet wat ik wil. Ik zit nog even te kijken. Maar ik denk dat ik weer wil gaan beginnen met weekendvlogs. Ik heb het echt gewoon een blauwe maandag gedaan. Een weekendvlog. Maar ja, er zijn al een paar weekendvlogs online gekomen. En dan telkens een weekend ervoor. En ik dacht van ja, dat is wel heel erg leuk. Want door de week wil ik gewoon, ja, wil ik wel gaan vloggen. Maar ik zweer het, mijn leven is dan totaal niet boeiend. Ik slaap, ik eet, ik werk. Dat herhaal ik weer heel dat cirkeltje. En ondertussen ga ik aan de beetwerkjes doen. En lees ik blogs en alles. En het weekend doe ik het ene weekend gewoon wat meer actiefs. En het andere weekend doe ik minder actief. Maar ik dacht van ja, het is misschien wel leuk om jullie op deze manier ook mee te nemen in mijn leven. En ik wil het vloggen met mijn Nikon-camera. Super relax. En dat ding is gewoon super zwaar. Niet fijn om mee te filmen. Tenminste, mee te filmen wel natuurlijk, maar niet mee te vloggen. Dus ik dacht van ja, ik kan eens goed gewoon een vlogcamera aanschaffen. En ja, persoonlijk gebied. Met mij gaat alles goed. Ik zit nog steeds gewoon lekker in mijn vel. Ondertussen ben ik ruim 10 kilo kwijt. Dus ik heb het ongeveer 3-4 maanden gedaan. Dus ik heb het gewoon op mijn gemak gedaan. En ja, als je dan terugkijkt naar video's vanaf september, oktober, zie je echt dat mijn bekje een heel stuk smaller is geworden. Echt super tof om te zien. Ik ben er zo blij mee. Op mijn werk gaat het ook nog steeds allemaal prima. Gaat allemaal goed. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik werk gewoon. Ik verdien mijn geld. Dat gaat gewoon natuurlijk goed. Maar goed, met mij gaat voor de rest gewoon alles goed. Gewoon, het gaat gewoon zo'n gangetje. Ik ben zo blij met mijn nieuwe blog en met mijn nieuwe, ja, hierdoor en alles. En ik heb er echt zin in. En ik weet gewoon zeker dat dit mijn jaar wordt. Ik ga ervoor. Ik knal ervoor. Ik upload elke week 2 video's. Ik werk 40 uur. Nee, iets meer dan 40 uur in de week. Ik ga elke week naar de weetwatjes. En ik heb nog sociaal leven. Ik heb nog een sociaal leven natuurlijk. Dus ja, hoe doe ik het? Gewoon door te gaan. Door te gaan. Gewoon gaan, weet je. Als je ergens voor wilt gaan, dan ga je er ook gewoon voor. En heb je die focus erop liggen. En nou mijn kanaal ook steeds meer aan het groeien is, ja, zit die focus er nog dieper in om gewoon wat meer te maken van mijn kanaal. Dit was dus mijn kanaal update / persoonlijke update / video. Ja, kijk, het is maar hoe je het wilt noemen. Ja, dus dat was eventjes wat er om mijn hart lag. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Duimpje omhoog maakte mij blij. Als je een reactie achterlaat hieronder, dan reageer ik al terug. Lipstick is van Lime Crime. Zet wel even hieronder welke het is. Ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!